En hallo jongens, Goomba Gasher hier. Welkom terug voor meer New Super Mario Bros. Voor de Nintendo DS. Wij zijn nu in wereld 2. Dit is wereld 2. Het eerste level van wereld 2. 2-1. Eigenlijk is het niet heel erg moeilijk. Ik heb ook al een aantal keer een speedrun van dit level gedaan. Niet met alle Star Coins. Ja, dat heb ik toch ook wel eens geprobeerd, maar... Oh, come on! Oh, wow. Dit vind ik echt... Nou ja. Oh, wow! En ik doe het opnieuw! 2012 natuurlijk. Oké. Oké, sorry voor een kleine pauze van commentary, maar... Ik weet eigenlijk niet waarom. Hey, ik dacht even niet. Ik dacht eraan wanneer ik de eerste part online moest zetten. Want ik doe die eerst al geüpload. Maar ik weet nog niet wanneer ik hem online ga zetten. Ik doe wanneer ik hem echt openbaar ga zetten. Het is trouwens... Maar in ieder geval, het is wel... moeilijk om alle starcoins te krijgen in dit level. Dat is echt absoluut niet makkelijk. En hier is de eerste. Oké, alweer het nu precies in een gat donder. Eigenlijk vind ik dit level best wel irritant. Omdat er bij Kitu die gooit steeds dingen naar je... Zoals die, Spinies, heette die. Oh, come on. Ik heb geen tijd voor dit soort dingen. Oh, wow! Serieus? Ben je serieus? Oh, mushroom. En oké. Ik ging mijn favoriet. Nou, eigenlijk... De laatste, zeg maar, Star Medal is niet hier. Oh, wow! Ah, kom op. Hoe eerlijk kan iets zijn? Dit is echt een van de moeilijkste levels in de game. Serieus. Ik bedoel, dan mis je ook al de laatste Star Medal. Omdat je... Kijk, die zit bij een rode buis. Oh, wacht. Misschien kunnen we er zo ook komen. Maar eerst... De laatste is hier. Oh, nooit gedacht. Nou ja, moet wel gedacht hebben. Moet wel geweten hebben, want eigenlijk... Ik heb de game al een aantal keer uitgespeeld. Zoals ik jullie in de vorige part... Nou, gelukkig komt hij hier vlakbij de vlag niet meer terug. Want daar ben ik blij om. Want hij is een sukkel. Wee! Schoonijzen. Nou, oké dan. Het volgende level. Wereld 2-3. Niet moeilijk. Ondergronds. Yahoo! Oké, nou. Eigenlijk is dit echt absoluut geen moeilijk level. Oh, wat? Nou, als je hier zo een stampsprong op doet, dan, nou ja, dan kan je er doorheen komen, anders niet. Nou, hier zo komen we op de helft.
Ja, mijn helftvlaggetje. Oké, eigenlijk is het. Ja, hier zit nog een geheime mannen. Yay! Geweldig! Nee, nee. Nou, als je kan ook hier nog naartoe gaan. Dan kan je nog hoger komen zelfs. Door. Dan kun je hierheen. Dat is volgens mij voor de geheime gang. Ja. Yep. Dat is voor de geheime gang. En ik wil de top van de vlag. En het is mislukt. Maar. Ik heb dus nu een geheime gang. Dan ben ik zo meteen een weggetje naar beneden, zeg maar. Maar. Kijk, zoals je ziet, dan kunnen we dit level gaan doen. Dit in de volgende part. Laat ik jullie de gewone uitgang van wereld 2-3 zien. En dit level. En ik denk ook nog wel een geheime gang naar het kanon. Als dat lukt. Oké.